salsa carbonara. Wat hebben we hier allemaal? Peterselie. Spekjes. Peperziek hier. Parmezaan. En eitjes. En een pan. En een pan. En daar moeten we het mee doen. Aan het water. Voilà. Altijd veel water gebruiken om pasta te koken. Voetje. En off we go. We gaan de spekblokjes bakken, hè? En moesten dan hier zijn, is zo zijn. It's a pity it ain't smelly vision. Maar ja, ik moest niet komen. Niet alleen goed om te vissen natuurlijk, een beetje zeer zo. Voilà. Zoals je ziet, iets dat heel snel klaar is. Pot en pan. Ten voeten uit. Ik wil ondertussen dat duur van aperitieven. Al ruimschoots overschreden, dus al te glazen uit. Ik vind het een lekkere wijn. Woehoe! Kijk daar, bezoek. Dat ziet er goed uit, die is mooi dik. Moeilijker te vangen dan een karper. Dan ga ik kijken. Hè. Zacht als boter. Voilà, zeg. Nu dat de pasta warm is, doen we snel de kaas erbij. Samen met de eitjes en roeren we alles goed door elkaar. Voilà. Goed door elkaar geroerd, spek is erbij. Een beetje vers gemolen zwarte peper. Op een bordje en pot en pan magic. I hope. Wow. Kijk naar hier. Kijk naar de textuur, de vleesjes. Er gewoon ongelooflijk lekker uitziet. Eenvoud is in de meeste ding toch. Hoeveel zijn ze dat? Les is mooi. Lekker grof. Yeah. Lekker grof. Oké, check it out. Santé. En we gaan een keer proeven. Mooi. Dank dat voor het vrouwke homo. Ik ben content.